U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. We hadden vandaag in het algemeen veel bewolking met in het oosten en zuiden van het land temperaturen die rond het vriespunt starten met berijpte velden. Overigens in het oosten ook nog lange tijd wel wat zon. Kunnen we zien als we naar de satellietfoto kijken. Nederland ligt op veel plaatsen onder de bewolking, maar in het oosten en zuiden zien we hier en daar toch nog wel gaten in dat wolkendek. Onze aanvoerrichting komt vanuit het westen en dat betekent dat de komende 24 uur wolken steeds vaker de overhand zullen krijgen. Voor vanavond zie ik weinig ruimte voor opklaringen. Wolkenvelden, op de meeste plaatsen is het droog en de temperatuur tussen 1 en 3 graden. Vannacht gaat daar nog iets vanaf, zeker in het binnenland en in het zuidoosten komen de temperaturen in de buurt van het vriespunt te liggen. Het blijft nog altijd droog en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Dan morgen, aanhoudend een tamelijk bewolkt beeld. Misschien een opklaring in het zuiden in de loop van de dag met een klein beetje zon. Maar vaak houden wolken dus de overhand 4 of 5 graden. Een matige wind in de kustgebieden, landinwaarts een zwakke wind. Dan gaan we verder opkijken naar de woensdag. Dan is er in de nacht naar woensdag een storing gepasseerd. Met woensdagochtend misschien nog wat regen in het oosten. Daarna wordt het droog, gaat de zon schijnen. En bij een matige wind wordt het dan 6 of 7 graden. Donderdag gaat het stevig regenen in de loop van de dag. We zien de temperatuur al wat oplopen en er komt meer wind. En dat patroon zet tot en met zaterdag door. Vrijdag zeer wisselvallig met een krachtige wind. Zaterdag is er zelfs kans op storm langs de kust. En dan ligt de temperatuur op veel plaatsen boven de 10 graden. Dat kunnen we zien aan de 15-daagse. De piek in temperatuur zit op de zaterdag. Graad of 12 kan het op veel plaatsen worden. Daarna gaat de temperatuur weer wat omlaag. Wordt de onzekerheid uiteindelijk ook groter. We kunnen in elk geval concluderen dat de winter voorlopig ver weg is. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.